Yo, kijkers van Watchjacker, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Dat spijt me dan heel erg, Demi. Maar je moet me helpen. Ik ben jouw koning. Ik ben de koning van heel Zera. Leon, jij bent koning van niemand. Derkse zal regeren. Je weet van het toernooi af. Als je daadwerkelijk de sterkste van Zera bent en het verdient om koning te zijn, dan win je wel. Je zoekt het maar uit, Leon. Ik zie je wel in de arena. Jij doet ook mee. Doe eens niet zo belachelijk. Als je mij niet helpt, dan vertel ik wel aan heel Zera dat koning Leon is teruggekeerd. En dan zal jij... Dan zal jij een bel door je nek krijgen. Begrijp je niet, Leon? Je bent voor heel Zera dood. Je bent letterlijk herboren en heb jezelf, ja, hier naartoe gewerkt met een nieuw lichaam. Niemand herkent je. En nu moet je jezelf opnieuw bewijzen, maar niet op de simpele manier. Nu zal je moeten strijden voor je plek. Niemand zal je geloven tot je van iedereen in de arena gewonnen hebt. Dan zal het maar op deze manier moeten, weet je. Misschien had ik je beter moeten behandelen. Het spijt me, Demi. Het is goed om te horen dat het je spijt, Leon. Bij deze beloon ik je daarvoor. Ik heb, toen je weg was, informatie verzameld over een belangrijk onderwerp waar we over spraken. Dat meen je niet. Waar heb je die informatie? We hebben de informatie over de tempels der elementen gevonden. En aangezien jij nog steeds bij het vuurelement hoort, heb ik dit boek voor je. Oké. De vurige opening. Oké, Demi. Bedankt voor alles. Succes met je voorbereidingen op het toernooi. Ja, Leon, bedankt. In de map kun je zien hoe je bij de ingang van je tempel komt. Maar pas op, het is gevaarlijk. De elementen zijn genadeloos. Geen dank, Leon, verder. Ik denk eerder dat jij succes nodig hebt. Dus bij deze, ga maar snel aan het werk. Anders maak je geen schijn van kans tegen mij. Tot in de arena, Leon. Je hebt nog maar 3 maanden. Ja, Demi. Tot in de arena. Dit boek moet mij dus gaan vertellen hoe ik de Tempel van Vuur kan vinden. Eens even zien wat erin staat. De vurige opening. Den getijde van de elementen zijn veranderd. Ooit was het element van licht en warmte het machtigst. Het element vervaagde in de duisternis, en zo nam de vloed het over. Deze vloed veranderde vuur en aarde in dood en verderf, en zo bleef een skelet achter. Een skelet wat nooit met de natuur gemaakt is. Men weet niet dat er onder dit skelet een vurig hart ligt, waar het hart van het ware element zich schuilt. Wat? Hier snap ik dus helemaal niks van. Onder een skelet? Ik moet dit om in laten werken. Denk, Leon. Denk! Een vurig hart onder een skelet. Als het vurige hart de tempel van vuur is, wat is dan het skelet? Een dode? Een begraafplaats of een ruïne? Ja, een ruïne. Misschien moet ik daar wel eens even naar op zoek gaan. Ik ken nog wel een plek. De eerste vestiging van Zera. Dit is destijds volledig vernietigd door een groep Yennevanen, die een zogenaamde groep bandieten zouden verdrijven uit Empire. Eens even zien of er een deur naar binnen is. Geen deuren. Dan moet ik maar klimmen. Uh,
Ja. 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 En nog maar één laatste sprong en... Ja. Oké, we zijn binnen. Eens even zien of we wat meer kunnen vinden. Ah, een kelder. Alleen maar kratten met stof en lege flessen. Ja, en wat staat hier dan weer? Het hart van vuur. Eens even zien of we deze kratten uit de weg kunnen krijgen. Jackpot. De vuurtempel was dus altijd zo dichtbij. Vergeten in de as. Best wel ironisch. Eens zien wat hier te vinden valt. Eens zien, wat staat hier? Het hart van een grafschender? Er zit helemaal niks in. Huh? Wat staat hier? Een nagel van een vuurspuwer. Ook niet. Zou dit nodig zijn om iets hier open te maken? Dit lijkt me namelijk wel een deur. En dit lijkt me... Misschien hebben we dat wel niet nodig. Nee. Er gebeurt niks. Vreemd. Ik denk dat we deze twee voorwerpen nodig hebben om die deur te openen. Maar waar gaan we dit in vredesnaam vinden? Misschien weet Ian wel meer. En kan hij me helpen die voorwerpen te vinden? Laten we hier maar eens op gaan zoeken dan. Ah, Leon, daar ben je. Ik heb alvast een trainingswaard voor je, man. Ja, goed dat je bent gekomen, Ian. Maar de training, ja, die zal moeten wachten. Waarom wachten? Dat we vanaf vandaag elke dag moeten trainen om klaar te zijn voor het toernooi. Ja, dat begrijp ik. Maar er is iets wat mijn prioriteit heeft. Ik ben namelijk op zoek naar twee voorwerpen. Voorwerpen als in... Nou, een drakennagel ben ik naar op zoek. En het hart van een grafschender. Wat? Drakennagel en een hart van een grafschender? Ja, het klinkt raar, maar heb je enig idee waar ik dit überhaupt zou kunnen vinden? Nou, dat hart is op zich niet zo'n probleem. Bij de oude Empire Temple lopen in de nacht voldoende grafschenders. Een hart krijgen is dus niet echt een groot probleem. En de nagel? Dat wordt wel een lastige. Er zijn niet echt veel draken in rondom Sera. Een nagel gaat lastig worden, tenzij je een reis opmaken naar Braga. Daar ongezien een drakennagel van een draak kan krijgen en dan weer veilig terugkeert naar Sera. Oftewel, bijna onmogelijk. Braga. Dan ben ik pas terug als het toernooi is afgelopen. Precies. Maar er is ook een andere manier. Een andere manier? Ik ken dus een mannetje die weer een mannetje kent die in de villa van Hertog Jordi werkt. En die jongen moet altijd een vitrinekast schoonmaken van de schatten die Jordi in zijn bezit heeft. En laat het nou eenmaal zo zijn dat de hertog net een geschenk van de Lords heeft gekregen. Namelijk een drakennagel. Dat klinkt als een betere manier dan naar Braga te reizen in ieder geval. Niet dat het makkelijk gaat zijn, maar je vindt vast wel een manier om binnen te komen. Ik vind wel een manier. Bedankt voor de hulp, Ian. Ik weet je te vinden voor de training. Yes. Gaat het nog duren? Wanneer komen ze nou eens eindelijk naar buiten? Het is alsof ze daar al de hele dag zitten. Gelukkig is het een beetje rustig. Maar dat toernooi, wie gaan er allemaal meedoen, denk je? Ik denk dat de oude koning Kevin mee doen. Hij was wel een goede koning, ja. Ja, goed zeker. Oude glorie zou hij wel zeker willen herstellen. Ja, nou, die koning Leon die bakt er in ieder geval niks van. Dat ene wat zeker is. Ja, dat krijg je met de Yennefan aan de macht, hè?
Die zijn gewend aan tyrannie. Jongen, moet ze zien te isoleren. Ja. Nou, in ieder geval loop jij even verder. Ik heb, ik moet zeggen, hoge nood. Ja, schiet op, hè. We hebben niet de hele dag. Komt goed, komt goed. Pardon? Oké, kijk. En daar gaat het wel mee lukken. Niks aan de hand. Mevrouw, mooi. Deze spullen ga ik zeker wel binnenkomen, denk ik. Ga me eens even omkleden. En snel. Oké, niemand heeft me over. Goedemiddag. Oké, we kunnen gewoon naar binnen blijkbaar. Nee, hij heeft niks door. Misschien hadden we dit wel eerder moeten doen om Jordi te overtuigen. Goedemiddag. Oké, de villa van Jordi. Lekker rustig, al zeg ik het zelf. Oké, het plan is dat we dus naar binnen gaan. En dan hoop ik dat die nagel ergens op zijn kamer ligt of zo. We gaan even kijken. Twee wachters. Ik doe gewoon alsof ik van dienst ga ruilen of zo. Goedemiddag. Wordt een lange dienst vanavond, denk ik. Ja. Oké, maar vanaf hier moeten we niet gespot worden. Want stel, ze hebben me door. Dan heb ik een probleem. Even zien. Is hier een wachter? Oh, ik hoor voetstappen. Eens even zien. Nou, hij staat erachter. Dat scheelt even weg. Dat valt te veel op. Oh. Hopelijk heeft hij me niet door. Oké, prima. En dan gaan we sprinten. Oké, even kijken of er iemand boven aan de trap is. Daar is een wachter. Oké, snel. Oh, daar is Jordi. Oh, hij is bezig met overleg of zo. Nu moeten we naar boven. Via deze kant. Oké, hij heeft me niet gezien. Gelukkig. Komt-ie? Oké. Mooi. Dit werkt op mijn zenuwen, zeg. Oké, hier is de kamer van Jordi. Eens even zien. Niet aanraken, drakennagel. Dit is dus wat we zoeken. Eens even zien. Dit is een vitrinekast. Kunnen we hier zo doorheen komen? Ik dit roodje wel even in. Oké, even zien. Drakennagel. Precies wat we hebben moeten. Oké, weet je? We gaan hier... Zo! Dus jij probeert mijn schat te stelen en daarmee weg te komen? Ha, dat dacht ik dus van niet.